En vandaag hebben we wel een hele speciale dag. Ja. Want er staat namelijk een verrassing op het programma. Ja, en we weten helemaal niet wat er is georganiseerd. Het enige wat wij wisten is dat we hier naartoe moesten gaan. En dat we met de hele groep gaan filmen. Vet spannend. Ik heb er echt zin in. Hallo. Dames. Gezelligheid hier. Nou, we zijn allemaal bij elkaar. Best wel raar, want normaal verrassen wij een tiener. En nu worden wij verrast. Klopt. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Let's go. Hier wordt dus kooktv gemaakt. Het is allemaal heel professioneel, hè? Wat is dit nou, jongens? Wow. Okay. Weet jij het goede antwoord? Knal de confetti in de lucht. Kom maar door. Alsjeblieft. Nee. In elkaar zijn zin. Nee. Jongens, wordt er nog op play gedrukt? Dan niet zo! Oké, daar gaan we. Ja, een plaatje met een palmboom kan toch maar één ding betekenen. Merel hier. Hoi alle kooktv'ers. Wat ben ik ongelooflijk blij dat ik de eer heb gekregen om deze eindejaarsquiz voor jullie te mogen presenteren. Want wat was het een jaar, hè? En wat hebben we veel meegemaakt? Zometeen gaan we terugblikken op allerlei momenten uit 2018 kooktv. En ik ga kijken of jullie weten waarover ik het heb zometeen. Dus, ik stel jullie zometeen 8 vragen. En wie de meeste antwoorden goed heeft, gaat er vandoor met de felbegeerde kooktv bokaal. Dus, zijn jullie klaar voor? Want dan is het nu tijd voor vraag nummer 1. Yes, ready? Okay. Helemaal niet. Als presentator moesten wij vaak uit onze eigen comfortzone stappen om onze tiener de beste dag uit hun leven te bezorgen. Wie van ons stapte het vaakst uit zijn comfortzone? Antwoord A, Milan. Antwoord B, Tim. En antwoord C, Sophie. Volgens mij ben ik dat zelf, tenminste. En waarom jij? Omdat ik alleen maar de hoogte in moest. Ja. Ik heb hoogtevrees. Oh ja. Ik denk echt Milan. Ik denk ook Milan. Antwoord is natuurlijk Tim, want hoe vaak hij dan niet uit zijn comfortzone gestapt is om de dag van het leven te bezorgen aan een tiener, dat is echt onwerkelijk. Hey Tim, wat is er met je? Even een kleine meditatiesessie. Ja, inderdaad. Oké, adem in. En uit. Heb je zin in? Nee, ga niet. Je gaat. Zodat je door je deur open. Ja, nee. Zo niet mijn ding. Niet aan de staart. Niet aan de staart zitten. Hij kijkt mij weer aan. Je wil natuurlijk. Ik dacht even dat ik iemand zag staan. Nee, je kan het wel. Je lacht op de camera. Easy. Laat het los. Ik ben er bijna. Nee, Tim! Nee! Echt? Het is wel gewoon gedaan. Ja, dat is wel. En misschien nog wel belangrijker, ik heb al 1 punt voor de bokaal te pakken. Dat is waar. Tijd voor vraag 2, dacht ik. Druk je maar op play. Nou, Merel. Vraag nummer 2. Kennen jullie de uitdrukking 12 ambachten, 13 ongelukken? Gelukkig was dat voor kooktv dit jaar niet het geval, maar wat hebben we veel beroepen gedaan? Dan luidt de vraag dan ook, wie van ons midden is echt elke baan de baas? Is dat antwoord A, de frischicks? Antwoord B, Milan? Of antwoord C, de mannen van Coolbox? Wij hebben wel echt heel veel banen uit. Absoluut, dat dacht dat ik meteen. Is waar. Jullie hebben zelfs volgens mij in 1 aflevering 3 banen gedaan. Daarom is natuurlijk antwoord A, de frischicks. Want hoeveel banen hebben we wel niet gedaan dit jaar? En welke, als je zo eventjes moest zeggen, vonden jullie eigenlijk het leukst? Ik vond in de Eurostar conductrice zijn, vond ik heel leuk. Die vond ik ook heel leuk. Maar dat pakje was veel te klein. Ja, dat paste echt maar weer geen meter. Wat vond jij het leukst? Ja, ik vond hondentrimmen, maar ik was er gewoon echt niet goed in. Want die hond, ik leek wel of ik in groep 3 zat met kleuren. 3, 2, 1. Oké. We gaan. Maar ik hoop ook dat wel oprecht dat die tieners dan het leuk vinden. Ja. Dat zij misschien daar inspiratie uit halen, zodat ze misschien een beetje weten wat ze doen. We hebben wel echt elke keer na de aflevering hebben wel dat de tiener dan zegt van nou, ik vond het echt wel heel interessant. Ja. We doorgaan naar vraag nummer 3. Is goed. Ja. Oké, volgens mij ik heb een nieuwe nodig. Maar je hebt wel een punt. We moeten wel even onze best doen, hè? Ja. Dit gaat helemaal niet goed, dit. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel gelachen dit jaar. En dat is natuurlijk wel een van de leukste activiteiten. Nou luidt de vraag. Wie van ons heeft in decimaal gemeten de hardste lach? Oh. Is dat A? Anne? Of Sherry? Ik weet het!
weet het! Ik weet het! Ik denk dat ik het zelf ben. Dat weet ik dat wel denk zeker. Ik ook, ja. Ja, ook zeker. Ja, ik word mij ook wel eens gevraagd, Sjerko, wat zachter lachen. Ja, ik denk ook dat jij het bent, maar het was, volgens mij noemen ze steeds een duo, toch? Wij zijn het! Nee, jullie zijn er niet twee. Ik kan het ook niet. Nou ja, laten we even kijken, we gaan het zien. Is natuurlijk B, Sherry-Ann en Nick. Zie je! Ah! Ik ga het je vinden. Nog, dat is mij nogal aan het uitlachen. Tim is de grappigste dude die je kent. Laten we naar de volgende vraag gaan. We moesten natuurlijk alle tieners heel stiekem verrassen. En dat is zo makkelijk nog niet. Dus moesten we van alles doen om dat zo goed mogelijk te doen. En dan luidt de vraag dan ook. Wie deed echt zijn uiterste, uiterste, uiterste best om niet op te vallen? Ik weet het! Ik heb er zo vaak moeten verdommen. Het antwoord is natuurlijk de koelbox. Nou, dit kan niet. Nee, dit klopt niet. Productie. Ja, dit is survival level 3 hoor. Tijger en ik. Gaf tijger in de schuipaar. Oh, dit is fucking landen, die gast die schrikt zich dood. Zie je dat? Link is gevaarlijk dit. Het ging niet om vermommen natuurlijk, het ging om acrobatische kunst. Om maar niet, we moeten dus eigenlijk even goed naar de vragen gaan luisteren. Milan, als troostprijs mag je een oliebol. Met confetti. We hebben heel veel confetti kanonnen. Goedemorgen! Hallo, goedemorgen! Jehovah getuigen. Jehovah getuigen! Ja hoor, daar is hij dan! Hoi hoi! Ja, die was ook echt super leuk. Want zij is dus echt een hele grote fan van dus David. En zij echt de hele tijd, oh mijn god, oh mijn god. Ja? Ja. Wat lief. Wow. Ik denk dat dat dus wel de tofste zijn. Gewoon je eigen kijkers verrassen. Ja. Ja, ja hè? Hey lieve Sherry-Ann, Nikki hier. Ik wil je nog even bedanken voor de leuke dag die we hebben gehad bij CookTV. Ik heb er veel van geleerd en erg van genoten. Ik wens je een prettige kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar. Kusjes Nikki. Doei doeg! Ja, zij is echt super leuk. Lieve Nikki, ik heb laatst nog van je moeder een lief appje gehad. Hoe trots ze op je is en hoe leuk ze het vindt en hoe leuk jij het vond. Ik weet zeker dat je super groot gaat worden en ja, je hebt mijn nummer, dus je mag me altijd bellen. Nou, tot snel hè. Bye bye. Wat up, Skiel. Heel erg bedankt nog voor de super leuke dag die je mij hebt gegeven. Ik heb echt naar mijn zin gehad. Ik wil de hele crew sowieso even bedanken. Jullie hebben echt je best gedaan. Ik heb de video gekeken. Ik vond hem echt super leuk. En ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar. Bedankt Nick en Tim. Allereerst hoop ik dat jullie hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar zullen hebben. En heel erg bedankt voor de leuke dag die jullie voor mij hebben georganiseerd. En verder, CookTV forever in my heart. Nou, lieve zus, wat hebben wij een super leuke dag. Super leuk. Ja, niet normaal. Super leuke dag met je gehad. En we hopen natuurlijk dat jij inmiddels op de ski staat. Happy New Year! Tijd voor vraag nummer 5. Wisten jullie dat wij met CookTV dit jaar meer dan 100 tieners verrast hebben? Veel, hè? Maar niet alleen tieners werden verrast dit jaar, ook heel vaak werd een van onze presentatoren verrast. Wie van onze presentatoren werd dit jaar zelf het meest verrast? Is dat A, Sherry-Ann, B, Shaquille of C, Milan? Vind ik lastig dit. Moeilijk. Ik wil ook een gok wagen, maar ik doe het niet. Ik durf niet. Ik denk dat ik het ben, maar... Maar jij bent ook wel heel enthousiast, dus dat telt natuurlijk ook niet. Ik denk... Het was niet Shaquille. Het was ook niet Sherry-Ann. Dus dan is het antwoord C, onze enige echte Milan.
Niet. Waar ben jij geweest? Waar ben ik mee verrast? Ik weet het dan niet meer. Ik ben heel benieuwd. Kijk nou wat. Hoe is het mogelijk? Kijk nou wat. Zo. Kijk nou wat. Hoe is het mogelijk? Krijg nou wat, jongens. Jongen. Kijk eens aan. Jongen, waar ben ik terecht gekomen? Kijk nou. Jongen. Onder de indruk. Dat is het juiste woord. Ik was niet verrast, maar onder de indruk. Nou, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hebben alle presentatoren buiten KookTV om, ook hun eigen expertise. Hebben we dit jaar eigenlijk ook iemand gezien van ons in het midden? Die zomaar in één keer een sportprogramma zou kunnen gaan presenteren. Oh. Over wie heb ik het? Shaquille. Of Anne, C. Shaquille. Ik ben heel benieuwd, laten we naar het voetbal kijken. Heb jij eigenlijk wel eens een keer gevoetbald? Ik heb. Nee. Wat? Ja, dan. Deze was eng. Dit was eng. Ik heb het met je te doen, hè? Echt, ik smeer je, joh. Tim, wat het is. Een beetje mee te huilen. Zo. Nee, en dan hou je hem terug. Sleep, hou je hem terug. Dat is moeilijk. Kijk, jongen. Dus je sleept hem? Sleept hem. En dan kick je. Bam. Dat veel games die hebben vaak ook wel met sporten te maken, toch? Ja, true. Maar kijk, dan ben ik goed in de game, maar niet in real life. Ja, dat zien we nu net. Ja. En jij hebt een punt, Ant. Yay! Lekker. De ene laatste vraag. Druk op play. Hoe gaat het? Goed. Vraag nummer 7 luidt als volgt. Niet alles ging goed dit jaar bij de opnames van KookTV. En dan hadden we een aantal afleveringen dan ook de pop aan het dansen. Wie van ons danst het best? Is dat A, Anne? Is dat B, Shaquille? Of is dat C, Sherri-Ann? Ik denk dat het punt is namelijk. Ja, maar waarom? Want ik dans nooit. Jawel, want elke keer als wij... Wat gebeurt hier allemaal, Puk? Oké, we kunnen weer. Dit is wel een compliment. Jongens, de laatste vraag is voor 5 punten. Ja! De laatste vraag is voor 5 punten. Kom maar op. Zijn jullie nou te plekken? Nee, ja. Dat krijg ik gewoon mooi. Ik zeg net dat het 2 punten is. Oké, jongens, we gaan de volgende vraag. En dan is nu het trieste moment aangebroken van vraag nummer 8, wat tevens de laatste vraag is. Wie heeft het dit jaar de meeste hoogtepunten bereikt? Hebben we dat hele ding wel afgekeken? Nee toch? Misschien was het gewoon ons allemaal eigenlijk. Is dat A, de Coolbox jongens? B, Milan? Of C, Puk? Puk! Ik ga voor Puk! Final answer! Ga jij maar weg. Wat? Oh, alweer. Blijf even zo zitten. Ik denk dat het Puk is, want... Nou, dat lukt niet echt, zie ik. Zeg, Anne, laat je spierballen eens zien. Ja, die heb ik. Laat het maar even zien. Kijk eens, huppakee! Ja, dat was de eindejaarsquiz van KookTV 2018. Wie, Ogie, vertel het me, ik wil het weten, had de meeste antwoorden goed. We hebben wel een duidelijke... Anne! Alsjeblieft. Nou, als hij gaat huilen, ga ik ook huilen. Gruwelijk! Echt niet verwacht. Oh my god, nee!
vind ik echt heel vet. Ik heb er helemaal kippenvel van. Ja, mooi hè? Ja. Kieperleuk. Ja. Wauw, dat is toch geweldig dit? Ik zeg 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voor het kijken naar Kook TV 2018. Wij hebben enorm genoten. Ja. Laat even in de comments weten wat jullie van dit jaar vonden. Misschien nog dingen die jullie volgend jaar willen zien. Wij zijn heel erg benieuwd. Ja, dat was hem. Dat was hem eigenlijk. Ja. Gelukkig nieuwjaar!